Dus, ik ben al een paar jaar meter van een trainingsploegje. De Melkerie. 7 profrenners. Die samen trainen in West-Vlaanderen. Die Vlampaard kent iedereen natuurlijk. Hartjeslampie. Maar ze komen eigenlijk allemaal in actie in het openingsweekend. Tenminste, dat was de bedoeling. Want één van hen stuurde mij een berichtje met heel slecht nieuws. Een operatie dus. Uitgerekend een week voor de omloop. Dankjewel, hè. 4 weken uit rotatie. Aan de start van het voorjaar. Dat is een ramp en een totale teleurstelling. Ik hoop niet alleen dat hij de deur kan komen open doen. Hij ligt daar met zijn poten omhoog, hè. Och, Arma. Die pikkelt nu naar de deur. Hier, ze. Onze kreupelen. Wat doe jij hier? Ik kom je troosten. Maar, de Max? Wat doe jij hier? Nee. Ben je verrast? Ja. Ik had het niet verwacht. Ah, ja, ik zie er niet uit. Nee, dat was de bedoeling. Je ziet er wel goed uit voor iemand die gisteren nog maar geopereerd is. Heb je moeten wenen? Ik heb veel tranen gehad, oh, ja. Ja, echt, ja. Waarschijnlijk dat het voorjaar mist. En dan na het voorjaar terug herbeginnen. Ik heb voor u druiven mee, maar er zit ook nog iets bij. Het is een hele speciale gsm. Ik kan er nog niet zoveel over zeggen. Maar je mocht hem zaterdag aanzetten. Zaterdag? Ja. Oké. Spannend, hè, Jonas? Super spannend. Blijf rustig zitten, ik laat mezelf wel buiten. Doei! Jonas Rickaert verdiende een hartje onder zijn fietsprint hebben. En daar wou ik voor zorgen. Ah ja, ik ben de meter. Het is zaterdag en ik sta hier in het Kuipke in Gent. Eind vorig jaar heeft Jonas Rickaert mij hier nog leren baanwielrennen. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god! Vandaag presenteer ik hier de ploegvoorstelling van de Omloop het Nieuwsblad. Samen met Lee. Hallo. Dag Stijn Vlaming. Prachtige krullen. Echt zalig gevoel. Greg, blij? Ja, dat moet dat ook doen. En toen was het tijd voor deel 1 van mijn actieplan. 10. Uw applaus voor Corendon Circus Cycling Team. Linde komt hier met een speciale boodschap. Jullie zien een gsm-nummer staan. Ik had vast allemaal een berichtje in. Naar dit nummer, want normaal gezien stond Jonas hier ook in de rij. Hij is een van mijn poulains, maar heeft super slecht nieuws gekregen deze week. Heeft hij een operatie moeten krijgen aan zijn knie. Stuur een sms'je naar dit nummer met een leuke emoji, leuk WhatsAppje, leuk berichtje. Gewoon om te zeggen, Jonas, we denken aan u. Onze support heb je en we zien elkaar heel gauw in een volgende koers. En toen was het tijd voor deel 2. Ondertussen is de koers op tv, het is de show van Karel en nu wordt het echt goed. Oké, Linde Merkpoel zagen we al even, de vlogster van Studio Brussel, Stubru, is ook de meter van de Melkerie. Dat is een trainingsgroepje in West-Vlaanderen met onder meer Yves Lampaert, de Belgische kampioen, maar ook met Jonas Rickaert. En die Rickaert die kende een tegenslag in het voorjaar. Die bleek plots geblesseerd, aan de knie zwaar geblesseerd en die onderging de voorbije week een knieoperatie waardoor hij het hele voorjaar mist. Voilà Linde, wij zijn al bezig met Jonas een hart onder de riem te steken. Jonas Rickaert die dus thuis de koers moet volgen en ik vermoed dat die gsm nu op ontploffen staat. Wat heb je hem gestuurd, Eddy? Dat het spijtig is dat hij niet bij is natuurlijk en zorg dragen voor zijn andere knie. Jonas Rickaert, van hieruit heel veel sterkte en hopelijk zien we jou heel snel terug in het peloton. Voilà, proficiat. De finish is bereikt, maar ik vraag mij vooral af, hoe zou het zijn in de zetel in Roeselare? Goeiedag. Hoe was de koers? Schoon, hè. Super schone koers. Heb je hem een beetje kunnen volgen? Ja. Ik heb het wel druk gehad met berichtjes lezen. Ik ben nog altijd bezig eigenlijk. Maar, Is het echt? Ja. Hoeveel berichtjes heb je gekregen in totaal? Oh, dat is moeilijk, maar wacht, hè. Ik denk dat het zeker boven de 4000 gaat zijn. 4000 sms'en? Ja, zeker. En wat stuurden de mensen zoal? Oh, wel wat grappige dingetjes, hè. Goed lachen helpt, daarom een mopje. Er zit een man in een restaurant en roept naar de ober, garçon, die soep is koud. Het is gazpacho, roept de garçon op zijn beurt. Wel, gazpacho, die soep is koud. Ah, ja. Via deze weg dan bedank ik alle mensen die het steun betuigen voor mij. Het heeft enorm veel deugd gedaan vandaag. Het was moeilijk om de eerste wedstrijd op tv te zien, maar... door jullie berichtjes is het nu wel makkelijker om terug hard te werken voor het tweede deel van het seizoen. Na het voorjaar gaan we dat even bespreken met de rest van de melkers. Maar ik denk na het voorjaar zullen we wel iets doen in de Carlito dan. Hè, omdat ik om het voorjaar te vieren misschien wel met een of andere overwinning van hier of van iemand anders. Ja. En uw comeback, hè? Uw genezing. Het comeback. Uw wonderlijke opstanding. En dat vieren we dan met, wat zouden we zeggen, 1, 2, 3, 7 vaatjes.
Ja, het zullen er wel een paar zijn, hè. Blijft je maar de komende weken nog wat met een grote smile in je zetel liggen? En of dat je daar nu ligt of niet, ik ben en ik blijf sowieso trots op je, dat weet je, hè. Ja, dat weet ik, Linde. Mitchie loves you, hè. Ja. Keigoed. En probeer toch nog maar wat berichtjes terug te sturen, hè, naar al die sympathieke mensen. Ja, en dan een keer heel erg bedankt voor alles, hè. Met plezier, hoor. Salut.